Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Als je een van mijn webinars al eens hebt gevolgd over uitstelgedrag, dan kan het zijn dat je de uitsteldriehoek al wel kent. En ik denk dat het een mooi moment is om daar nog eens weer bij stil te staan van hey, hoe ziet dat er nu eigenlijk op dit moment uit? Zo'n uitsteldriehoek. En wat kun je doen om meer een aanpakker te worden? Wat voor methodes kun je daarin toepassen? En hoe komt het eigenlijk dat we in die uitsteldriehoek terechtkomen? Want misschien herken je het wel, je hebt een inspirerende training gevolgd of een inspirerend gesprek met iemand gehad. En opeens heb je zo'n idee, zo'n plan wat je helemaal voor jezelf wilt gaan uitwerken. En daar ben je ook mee bezig. En die eerste paar dagen gaat het ook hartstikke lekker. Je bent lekker op dreef. En dat noem ik ook vaak de krachtzone. Hè? Dus je zit een paar dagen lekker in die geïnspireerde modus. Maar op een gegeven moment komt de klat erin. En dan kom je, zoals ik dat noem, de stalen muur tegen. Op weg naar de bergtop kom je ondertussen een paar obstakels, hindernissen tegen. Die je kunnen tegenhouden om ook daadwerkelijk door te zetten. Of om te geloven in het doel waar je op dat moment mee aan de slag bent. En als dat te lang duurt, dus je vanuit die stalen muur... Ja, er zitten een heleboel beperkingen in die je kunnen belemmeren. Dat hoeft er maar eentje te zijn natuurlijk. Maar dat zitten al de angsten, al de dingen waar je bang voor bent. De valangst kan erin zitten, maar er zit ook een stuk... Misschien twijfel je wel over jezelf. Begin je toch te piekeren over, ja, is dit wel eigenlijk wat ik echt wil gaan doen? En er zitten een heleboel elementen in. Ook van buitenaf, hè, dus afleidingen van buitenaf. Die constant op je afkomen. Een gebrek aan tijd, misschien dat je net de tijd niet helemaal goed weet in te delen of te veel dingen tegelijk wil doen, waardoor je niet meer die focus hebt op dat idee wat je graag wilde uitwerken. Maar op een of andere manier kom je dan niet meer in die flow terecht. En vanuit die krachtzone kom je dan op een gegeven moment in de zombiezone terecht. In zo'n zone waarin je gewoon niet meer in actie komt en dat je min of meer aan het inzakken bent en echt begint te denken echt zo'n zombiehoofd erbij gaat krijgen van oké, ik heb echt totaal geen zin meer om hiermee aan de slag te gaan. En dan doe je het dus ook niet meer. En als dat te lang blijft doorgaan, dan kom je op een gegeven moment in de opgeefzone terecht. En dat is de derde en laatste zone. En dan moet je vergelijken, als ik het visueel maak, hè, dat je een pijl hebt van de krachtzone die linksonder begint naar rechtsboven toe. Dan kom je daar de stalen muur tegen op weg naar de berg, die dus eigenlijk nog verder doorgaat. Eigenlijk wil je die krachtzone helemaal doorzetten, maar op een gegeven moment komt dat muurtje ertussen. En dan kom je in de zombiezone vanuit die pijl die dus rechtsboven staat. En dan ga je vanuit die pijl van boven dus naar rechtsonder toe. Nou, dat is een beetje lastig zo visueel uit te leggen, maar dan ga je naar rechtsonder toe en dat is de zombiezone pijl. En vervolgens kun je dan van rechtsonder naar linksonder en dan kom je in de opgeefzone terecht. En dan heb je dus een driehoekje. Dus dan heb je de uitstootdriehoek zeg maar gehad. En dan kom je weer in het startpunt terecht. En wat er dan vaak gebeurt is dat we op een gegeven moment natuurlijk weer een inspirerende training volgen. Een cursus of we hebben weer een leuk idee. En dan gaan we daar weer iets mee doen. En vervolgens gebeurt precies hetzelfde patroon. We gaan weer naar de krachtzone, weer naar de zombiezone, weer naar de opgeefzone. En als je van een uitstel naar een aanpakken wilt, dan wil je die uitstootdriehoek doorbreken voor jezelf. En daar zijn een heleboel verschillende tips voor die je daarvoor kunt gebruiken. Ik denk voor nu dat het heel interessant is om eens te kijken naar naar de belangrijkste tip. En deze is wel heel erg cliché trouwens, want iedereen weet wel dat dit een hele belangrijke is, maar toch doen we het vaak niet. En als ik daar ook naar terugkijk, dan denk ik dat 95% van de mensen doet dit gewoon niet, terwijl we weten dat het ongelooflijk nuttig zou zijn om te doen. En die tip is, focus op één doel tegelijk. Gewoon focus is op één doel tegelijk. Dus stel jezelf de vraag eens, wat is jouw belangrijkste doel op dit moment? Heb je die helder in kaart voor jezelf? Als je die helder hebt, heb je dan ook de focus, heb je dan echt 100% focus op je doel op dit moment? Ga je al in op dat ene doel? Ja of nee? Ik denk dat mooie vragen zijn om eens over na te denken. En dit gaat je automatisch helpen om al meer van een uitstel naar een aanpakken te gaan. Heb je die focus op dit moment nog niet? Vraag je dan af, hoe kan het dat je die focus niet hebt? Wat is daar de reden van? Wat is de reden dat je die focus niet hebt? Wat zijn dan je grootste afleiders? Wat zijn dan je grootste tijdverspillers? Kijk je te veel op social media? Kijk je toch die ene serie terwijl je dat eigenlijk op dat moment eventjes niet wil doen? Wat is het voor jou? En ga eens kijken of je één van die afleiders alvast kunt elimineren, zodat je dus automatisch al iets meer focus gaat krijgen. Ook daarin focus je dus op één doel. Ga niet al die afleiders in één keer aanpakken. Dat is een te grote stap vaak.
Dus hou het klein voor jezelf, hou het leuk voor jezelf. En daarna kun je op termijn natuurlijk ook die andere afleiders tegengaan. En kun je daar ook stappen in gaan zetten. Ik denk dat dat een hele belangrijke tip is, inzicht, om uiteindelijk van uitstellen naar aanpakken te gaan en deze voor jezelf toe te passen. Ik heb natuurlijk nog veel meer tips, maar die hoor je ook wel in andere podcasts terugkomen. Die bijvoorbeeld over uitstelgedrag gaan of over het aanleren van zelfdiscipline. Want uitstelgedrag en discipline zitten tegenover elkaar. Dat is een tegenstelling. En ja, ik denk dat dit hem eventjes was voor vandaag. Ik hoop dat je hier iets aan had. Dus vragen voor jezelf. Wat is je belangrijkste doel op dit moment? Ga jij daar vervolgens al 100%? Heb je daar al 100% focus op? Ga je al 100% all in op dit doel? En als dit nog niet zo is, wat is dan de reden dat je dit nog niet doet? En wat kun je doen om meer focus te gaan krijgen? Mooie vragen om eens bij stil te staan voor jezelf. En ik hoop dat je dat ook gaat doen. En dat je hier regelmatig deze vragen blijft stellen. Omdat het belangrijk is om jezelf daarmee te laten groeien. En het is een belangrijk onderdeel voor meer zelfinzicht en groei in jouw persoonlijke ontwikkeling. Ik hoop dat je iets had aan deze podcast. Laat het me ook even weten in een reactie op deze podcast. Of eventueel via social media. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond. Deel de inspiratie en geef het door.